Hallo mensen, welkom weer bij een gloednieuwe Minecraft video en vandaag spelen we FC Minecraft seizoen 2. En zoals je ziet heb ik een hele rare tekst heb ik aanstaan gewoon om iets anders te doen. Dit vervangt de SMP niet, we willen altijd SMP verder doen. Maar dit is gewoon, allee, wat gaat maar zeggen van de tekst effect. En gewoon een iets meer casual wereld waar we samenwerken. Misschien een leuke boerderij kunnen maken. Wat niet is als een dit voor een SMP. Maar stinky? Jongens, wat mij zagen. Wat is deze koe? De koe heeft al een bellen aan een kop. Toen is ik eigenlijk al voor insane food. Maar kijk hoe die items zijn in de inventory. Waarom zit die cape hangt mij aan mijn nek? Ik heb precies een bavette aan. Ik wil die andere koe ook al. Ja. Dit is zo raar! Man! Man! Ik heb het eerst eigenlijk al neergezet, ik kan meteen voor stone hakken. Hè. Maar amai, deze dingen zijn zo pixelated! Ja, maar waar pak je uit dat je ook iets allemaal pixel noemt? Maar jong, ey! Maar ik weet het, dikke koe! Dit doe ik altijd! Ik mine altijd eerst. Ik zie de niet zo groei. Maar jij zaagt! Maar kun je die nummers. Oh, er is al een village, er is al een village. Wacht even op mij, ik ben even wat steen aan het hakken. Ik wil toch niet dat we stone tools hebben? Kom, ik ga naar een village. Ja, maar kom eerst die stone tools maken. Ik heb al kool gevonden, zeg. Maar als we mending wil hebben, moeten we wel. Maar jong, wat ik net gezegd. We gaan een boerderij maken in de village, oh, is dat goed? Witte wol ziet er wel eens heel mooi uit. Hè? Ja, langs de village, niet in de village. Nee, in de village. Nee. Maar help me even! Maak ook even een goede pickaxe. De kennis die wel staat daar. Is dat kool aan je dikke neus? Ja. Met al het hout. Ah nee. Alles is zo tiny. Maar het is ook iets anders. Ik kan ook wel iets anders doen. Is het per se zo erg? Doe de oak planks zien er wel veel beter uit. Okay. Dit is echt fun. Hier, ik ga even de standaard stone toolies maken. Maar sticks zien er uit, ugly uit. Zien er eigenlijk meer uit als sticks. Wat mis ik voor een bijl? Gewoon stokken. En maar hout. Jij extra, ja, geef mij dan uw houten pickaxe en ik ga minen. Hier. Maar ik heb zelf een hout nodig, ik mis een bijl. Waar heb ik een shovel gemaakt en geen bijl? I don't know. Ik kan toch wel een furnace maken, hè? Kom even naar de village gewoon. Je kunt daar ook zo. Wacht. Ja, dat had ik sowieso ook. Waar is de village? Welke kant op? Oké, ik kom. Kom maar naar de village. Het is naar daar. Oh, hoe gaat de village eruit zien? Oh, ik wil even die schapen daar. Oh, we hebben toch bedden. Ja, we zijn de bedden stil van de villagers. Ik denk dat het ook leuk is om onze Minecraft serie te doen zonder clipjes, snap je? Dat je echt een meer natuurlijke experience hebt. Dat hebben we, ah ja, er zijn nog ik vind het altijd grappig dat wij altijd zo praten alsof iemand het kijkt. Hè. Ja. Oh, het is een grote village. Oh, ik zie al eens lopen. Met een lelijke kaart. Maar we moeten ze wel gaan veilig houden. Want we moeten toch mensen even. Kijk daar. Hoe ziet het eruit? Blijf staan. Oh, de bedden zien er goed uit. Maar je hebt echt die cape aan je nek hangen. Maar hoe ziet deze guy eruit? Draai je om. Draai je om. Maar de villagers. Kijk naar Iron Golem. Oké, maar. Waar is de Iron Golem? Gaan we even dit huisje inpalmen? De Iron Golem is eigenlijk. Kom, we gaan even dit huisje inpalmen hier. Hou zich het in het een voor het grote huisje, tuurlijk. Oh, deze kist laten we gewoon staan. Voilà, kijk, we hebben meteen twee bedden met de mooiste kleur. Dit is bedden. Ik ga even een bijl maken. Ik heb even wat hout nodig. Yo, de eerste enemy! Onderwater zombie. Kom aan, Iron Golem. Oké, ik ga deze vorm even doen. Hè. Niet uitdoen. Maar jongen, dat ziet er echt raar uit. Ja, ik ga een beetje stone minen. Ik ga meteen een sugarcane farm aan neerkletsen.
Oh, zeg het, dat we casual gaan doen en kijk ons hier sweaten dan. Altijd, hè. Ik ben deze hele dag hier aan het farmen dat we veel eten hebben. Oké, gaan we van deze village ons thuis maken? Ja. Maar hoe gaan we ze protecten als het macht wordt? Gewoon met... Oh kijk, een ruined portal! Wauw, ik ben een beetje steen aan het minden. Ja, maar ik wil ook eerst even bellen dat ik naar die ruined portal ga. Dus ik ga deze boom hier... even heel cursed omhakken. Ja, want dan heb ik hier even hout. Maar welke kleur gaan we ons ding... Gaan we onze... Ook, waar heb ik mijn stone gedaan? Ik heb er allemaal dingen van gemaakt. Kak. Ik heb stone. Wacht hier, drop even de stone. Maar ik heb die ook nodig. Ja, maar drop niets. Even 3 stone. Nee, dat heb ik te weinig. Ik heb perfect uitgerekend. Deze zaak. Ik ga het zelf doen. Het is al nacht aan het worden. We zullen morgen naar die stone, naar de poort gaan, oké? Okay? Maar waar is onze crafting tablet? Nou, die heb ik hier meegenomen. Hier wordt dat vlees. Kom staan slapen als het toch. Laat even een bijl maken. De zon is ugly. Oh. Ja, als je dat nu pas gezien. Ja. Dit gaat toch wel even wennen worden, vooral als ik toch naar de SMP. Hey, deze koeien zitten niet vast, dus die mag ik toch gewoon killen. Hè? Yo. Of nee, ik kan er al 2 opsluiten, we hebben al meteen een koeienvormke. Hier. Maar het gaat snel. Insane. Hier. Waar is de crafting table? Die heb ik hier. Why? Maar, vieze koeien? Kijk, deze kerken zijn al 30 keer beter dan u. Hier ga je naar binnen. Maar die domme schaap, hier. Ze komen allemaal. Hier. Die hebben een koeien en schapen voor hem. Maar nee, ze kunnen niet ontsnappen, hè. Deze vellen nee. Starven. Ja. Hier ook. Kunnen ze daar ontsnappen? Ik weet het niet. Ik haak het toch maar weg voor de ziek. Maar pak wel de hebels op, want dat is echt heel veel. Dat is heel veel sap in het brood. Oké, okay, geef je even de crafting table. Ik kan ze verbrieden. Deze schapen gaan Jong, dood. Jong, waarom? Dat het de koeienhok is. Maar dan hebben we toch ook al. Geef de crafting table. Maar ik kom naar ons huis, daar gaan we de crafting table neerzetten. Maar die zaag, man! Die gaat best niet zo traag, maar zonder alle blokken zo klein zijn. Dat is echt, de blokken zijn echt klein. Maar coördinaten hier. Staan niet in zo'n. Ja, nee. Jong. Hier, ik ga even een weed maken. Mooi, typisch. Eerste dag in mijn Minecraft. En ik ga een heel hoop brood maken. Oh, brood ziet er echt uit als slice brood. Waar ik een choco op zou smeren. Lekker. Hier, ik kan al meteen wat eten aan fixen. Ik heb alles. Ik ga patatten planten. Eerst eten als je eten nodig hebt. Oh, ligt daar? Oh, dat is op een fles. Dat heb ik ook wel gepakt, omdat het weg is van niet. Maar waar is dit hier? Ik ben gewoon even nieuwsgierig. Oh, bieten. Maar ik mag de bieten verplaatsen in patatten. Yo. Hoe had jij je tools? Wat is uw volgorde? Zwart. Pickaxe bij elkaar kan omgewisseld worden als laatste schop. Ja, ik ben eigenlijk ook nog. Houd je bij. Oh, dit is een baby piggy. Kijk even wat er nog een paar kisten zijn. Ik heb toch nog een beetje bieten neergezet, oké. Okay? Dat ik niet genoeg patat had. Maar het werd ook al niet eens nacht, hè. Hoe hard waren wij ook weer aan het liegen? Ah, kom even naar die ruined portal voordat het nacht wordt. Maar waar? Ik ben eerst even alle... Oké okay, dan, waar is die? Maar snel, hè. Met snel het lang. Stel je voor het van die nacht, alle wildjes zijn dood. Hier. Uw skin ziet er nu zo raar uit, hè. Deze rare... Ik weet het, met mijn bed. Oh, hier is een drietand guy! Drop de drietand! Ik wil een drietand. Hij heeft geen drietand. Hoezo, ik wil... Oh. Hoe zou jij een drietand krijgen, man? Omdat ik altijd drietanden leuker vind. Ook al meteen een dikke desert voor de dikke zand. Waar ook gespawnen in een desert. Oh kak, het wordt nu nacht. De vultjes gaan dood als we niet teruggaan. Hij is een kist. Golden apple. Flint. Iron nugget kus. Obsidian. Steel. We kunnen eigenlijk al... Kom, we gaan hier onze nether portal maken. Kom eerst even terug. Nee, we gaan het op onze boerderij zetten. Ja, maar we kunnen deze obsidian pakken, voor dat te maken. Waar gaan we onze boerderij maken? We zijn voor de volgende aflevering. Voor de volgende aflevering. Eerst vandaag even... is gewoon een kleine introductie. Ja. Oh, we zijn wel is dat een weaponsmith? Pam 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 pam. Ik heb mensen ons huis binnen.
Ja, dan ben jij gewoon uit ons bed. Jong, ga hier eens wijf. Wat is? Het is voor jullie eigen best wel. Ja, ik ga beginnen minen, denk ik. Dat is goed, maar... Ik ga deze sugarcane verder planten. Waar ben ik de... Ik ga deze sugarcane aan ons huis planten. Waar ben ik de ding maken? De mine. Maakt niet uit, we gaan toch alles verplaatsen als we onze farm gaan maken. We gaan onze farm gewoon daar maken, aan de overkant. Welke farm? Onze farm, ons base, maar ik noem het nu gewoon een farm dat we een farm gingen maken. Hier zo. Ja, daar, aan die kant, ja. Wacht. Heb jij mijnen? Ja. Moet ik even ons huidige starterbeestje even beter inkleden? Ja. Daar heb ik eigenlijk hout nodig, maar ja. Oké, ik ga even die sapling pakken. Ik heb eigenlijk genoeg leer. Ik ga het leer houden voor bookshelves, oké. Laten we ook geen enchanted boekjes kopen, deze dingen. Maar jong, oh, ik wil het moeilijk maken. Jong, ik wil het gewoon een beetje interessanter maken. Ik heb toortjes nodig. Bam, bam, bam. Van kijken. Oké. Okay. Oh, hier zijn de varkens. Oké, okay, hier zijn heel veel varkens. Maar, hier zijn echt zo weinig bomen in de buurt. Oh, daarachter... Wat ik aan het maken ben daarvan achter is een heel dik bos. Ik ga deze birchboom hier. Nee, deze birchboom ga ik hier laten staan. Ja. Ik ga hem sparen. En meteen een beetje koper. Slugende mines. En dat is wel een dikke boom, denk ik. Ik heb een kool nog, ik zie niks. De bloemen zijn wel mooi. Ik vind echt zo ver aan het... Oh, zit hier ingegaan. Wat een kool, hè. Ik had easy torches kunnen maken, hè. Waar kool? Ja, ik heb toch helemaal kool gehakken. Waar denk je dat ik naar binnen... Waarom hebben we geen kaars gekregen? Ik heb het niet aangezet. Jong, weet je niet wat je zegt? Jong, je kunt niet eens coördinaten amai, zeggen. Amai, gezaagd. Waar is kool? Hier, eindelijk een bos. Oh, is dat daar een mangrove bos? We hebben geen kool. Kijk in de furnace. Ah ja. Maar jong, hé. Hey. Zit de rage op kool? Oh, daar is een kip. Hier is ook wat koper. Maar wat ik helemaal niet vind is iron. Wat eigenlijk echt wel spijtig is, want iron is super nice. Het zou wel nice zijn als we nu al meteen een iron set zouden kunnen maken, maar... Het zou me niet verbazen dat we dat niet kunnen. Waarom is XP-bar zo raar? Waarom is het linkerdeel van XP-bar zwart? What's that all about? Ik zei dat ik het huis ging opknappen en nu ben ik hier ook gewoon aan het minen. Alleen maar opknappen, ik wou eigenlijk gewoon wat kisten hebben. Dat we kunnen zeggen, hier de ores en de goede stuff, zeg maar. En dan daar het eten en stuff. Is hier iets speciaals? Ik ga hier, maar ik ken niet aan. Easy diamonds, easy diamonds. Ik zoek gewoon ergens iron. Ik ook. Oh, ik heb hier al enderman gezien. Dat vind je mooi. Nee. Dat is magma. En daar maar is iron cool. Is nergens te bespeuren. Maar is het gaan stripminen? Nee. Oh, dat is goed. En dan kijk ik Ik ga deze kool even skippen, oké, want ik ga even terug naar de base. Never skip de kool. Ik weet het, maar ik wil gewoon even terug naar mijn base. Wil je wel dat ik hier in de SMP je skip de kool, of je kool... Ik skip nooit de kool. Ik mine gewoon niet in de SMP. Ja, maar dat is uw eigen fout, hè. Hier, ik doe zeker in de... Ik doe zeker in de week aan mijn expeditie. In de maand. Dat is niet waar. Dat is wel. Stop met het publiek te liegen, man. Geef het niks in SMP. Buiten als het moet. Ik ben blij dat eten al geen probleem is. Ik heb eigenlijk nu al... Ik heb echt 50 brood. Ah, is een zombie.
Ik ga proberen helemaal niet dood te gaan. Ah, maar die zombies zijn geen one-shot. Jong. Jij gaat meteen op pace right off the bat. Maar ik vind alleen maar cool. Ah ja, trouwens, de serie noemt MC Minecraft omdat dat gewoon de beste naam is voor een serie waar Maarten en ik samenwerken, zou ik zeggen. Ja, dat is precies naar mij heel ugly. Ik heb wel een mooie view van deze village. En dat is wel, ja, we hadden al MC Minecraft, maar je zegt te zwijgen, man. Alles, als ik praat, dan praat je 1 seconde erna. We hadden al een serie, maar ja, daar is eigenlijk niks van gekomen. Dus bij deze. Ik kan het weer een kist maken. Ik kom terug naar boven. En ik ga deze Gucci crafting table aan de andere kant zetten. En ik ga deze Gucci tafel weghalen. Oh, is het iron? Oei, ik heb al veel iron geskipt. Hier, ik heb een kist gemaakt voor al onze ores en goede stuff. Je snapt eigenlijk wat ik bedoel. Ja. Voilà, ik ben level 5. Hier, dit hier. Flint niet, maar het is nog moeilijk om te kijken wat is. Ja. Hier. Iron nugget. Ja, 20 raw copper kan ik eigenlijk al in de furnace zetten, want daar is nu beef. Dus, raw copper, golden apple. Is het dus hard of is het normal? Ja, het is een normale golden apple, denk ik. Maar, de game mode. Het is hard. Duh. Die goede, dan zijn de villagers niet veilig. Zijn de villagers juist wel veilig? Juist niet. Ja, juist wel. Hoezo juist wel? Dat betekent dat ze een zombie villagers kunnen veranderen. Ja, maar dat zijn niet veilig in hun eigen huis. Ah, zo. Ah, zo. Hier ga ik alles in doen. Weet je, ik ga gewoon alle de rest in dumpen. Ah, wacht, is dat obsidian? Ja, obsidian ga ik toch wel weer een goede stuff zetten dan. Maar van hier kom ik. Ja, ik heb echt wel heel veel iron geskipt. Maar jong. Maar ik zie niet dat het eruit zag. Dag villagers. Ga weg, dit is mijn huis. Oeh. Zeg als nacht begint te worden, ik hoef dit naar boven. Ja, dat is goed. Ik krijg ook wat torches gaan maken. Voor de village op te lichten. Ik wil als een van de blokken die we gebruiken in ons huis, wil ik diorite zijn. Ik love diorite. Maar jong, ga een boerderijhuis maken, dan niet vergeten. Hè. Ja, de vloer in het huisgedeelte. Maar nee, je moet toch een houten huis maken. Maar de vloer moet daar toch niet hout zijn? Ik ben gewoon overal torches aan het zetten om monster spawning te voorkomen. Oké, ik moet hier naar boven. En trouwens, dingen die opgelicht zijn, die zijn altijd mooier. Oh ja, we zijn de villagers vergeten te looten. Ze kunnen overal kisten zitten, hè. Ik zal ook even mijn kleine steelronde gaan doen. Hier mag een torch. Ja, ik weet ook dat nu de hele village niet verlicht, maar het is een begin. Hier is een profession huis. Oh, hier is een cartographer. Met een kist, met een kompas en een kaartje. Hier, ik ga hem eens open doen, hè. Oh. Dit is eigenlijk een heel kleine kaart. Ach ja, bedankt voor de loot. En het is wel aan het regenen, Morroft. Dus ik denk dat monsters nu ook kunnen spawnen, maar het is zo moeilijk om te... Het is een leuke texture pack. Maar ook al betaald. Kijk, het is zo moeilijk om te zien wat is, maar je zult er wel bij. Ja, de villagers gaan in een bed. Ze zijn aan het verstoppen, Maarten. Ik ben bij de bed. Het saving icon rechtsboven is wel heel leuk. Wacht, hè. Ik wil nog even toys gaan plaatsen overal. Weer, dan zal ik hier een dubbele torch zetten. Hè. Eten. Oh, hier staat... Nee, hier staat een blast furnace, maar ik kan het niet weggaan omdat in villages dat een job is, oké? Okay? Oh. Oh.
Hier dan nog een torch. Allee. Oh, maar wat... Oh, ik moet dat... Ik ga even van skin veranderen, want dit is niet oké. Oh, wacht, nee, villager, nee! Dat was net perfect! Ik ga even twee villagers opzetten die in hetzelfde huis zaten. Dan hadden we gewoon altijd twee villagers. Kunnen we slapen? Ah ja, ga slapen even. Maar, even van skin aan het veranderen. Maar jong, wat maakt je skin uit? Dat ik een babette heb. Oh, dat je wat hebt? Een babette, hoe noemt dat? Een babette, jongen. Een babette. Hoe moet dit een babette? Wacht. Hier. We hebben een kompas. Dat is wel handig. Want dat wijst aan de spawn. Als je weet waar de spawn is, weet je ook ineens waar. De dingen is... Ik ga nu even een beetje minen, oké? Okay? Domme Babette uit. Maar jong, het is geen Babette. Wat Babette is een naam. Ah, hier, capes. Non. Maar ik zeg toch non? Allee, zie je dat de village belicht is? Dat de koeien gebreed zijn? Nee. Ik ga ondertussen minen. Maar jij bent een super goede cave. Oh, we gaan niet naar de super goede cave. Ja, waarom mocht je niet naar de super goede cave gaan? Je gaat daar niet naartoe. Waarom mocht je daar niet naartoe gaan? Je mocht daar wel, je moet daar dus naartoe gaan. Ik ga gewoon zien of we een hele hoeveelheid kool hebben. Is al het wiet op of heb jij nog bij u? Nee, ik heb niks. Ik heb er allemaal brood van gemaakt. Hoe wil je dan een... Dat kan ik ze toch niet breeden? Er is nog ergens een klein vormje van Tywa rond mijn huis. Ik kan niet al het koper hakken wat ik zie, ik bedoel. Hebben we dat wel zoveel nodig, koper? Nee. Ik heb al genoeg koperen projecten gedaan. Ja. Mijn storage system, mijn village, alle andere mezelf. En onze bedoeling is om hier elke zondag een video van te maken. En dat gaat veel makkelijker zijn om ons aan te houden dan de SMP, maar de SMP echt gigantische afleveringen zijn. Ik ga serieus kijken. Waarom is soms het gras goud? Dat is nou wat ik bedoel. Ja. Wat is dat, man? Niemand die het weet. Heb je nu eigenlijk al iron gevonden? Ja. Kunnen we ook doen de iron tools? Ik denk dat ik een halve stack heb ofzo. Het is ook zo moeilijk om te zien uw hart en zo. Gewoon, in Minecraft is het sowieso al moeilijk om detail te houden. En als alles dan nog eens zo klein is... Hoe ziet die pickaxe uit, man? Dat is echt wel iets raars. Ja, mijn pickaxe is al kapot. Oh, mijn is ook niet meer zo heel goed. Nou, ik ga torches maken. We kunnen dat vroeger wij altijd minen met stenen pickaxes. En dan alleen maar iron gebruikten als we iets vonden wat alleen maar kon gehaakt worden door iron. Ja. Oh, de zon ziet er wel cool uit. En diamonds, dat gebruikten we nooit. Dat was de precious. En netherite, dat was ook nog niet. Maar amai, die schelpen zien er raar uit. Die heb ik nog niet gezien. Oh, kom maar, hij heeft niks van zijn armen gedropt. Had ik al een heel setje goud. Oké, we hebben al 16 raw iron. Wat heeft 16 raw iron? Ik zei 16. Ik ben crazy combat skills, man. En ik blijf en oh, ik ben echt low! Ja, ik ook, dat ik ook helemaal niet door. Ik heb dat ook in de eerste maar 2 AP. Ja, ik heb 4 AP, dus. Oeh, stoes.
Ja, Je hebt er niet diamonds. zo Ja, fel klopt. belicht hoor, jij. Ik heb gewoon aan elke village, ik heb gewoon aan elke. Elk huis heb ik een toortje gezet. Ik ben een beetje random touches aan het zetten. Hier is de weed. Ziet hij er ook maar een beetje raar uit hoor. Wow. Ah ja, zie je, die zijn bruin. Oh. Zo Hier, ben ik niet koekjes. gewoon hoor. Kom maar. Wat? Wat? Kak, 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 kak! Oh. Slain by zombie. Ik Heb was je eigenlijk aan het minen. inventaris nog, of is alles weg? Wat geef je voor een lelijke skin aan? Geef echt de meest lelijke skin aan ooit. Ik ben uw counterpart. Nee. Nee, Geef ik kill van mij een mensen heel zoals lelijke jij. skin aan. Ik was enkel, dat is gewoon het eerste aangelegd, ik kon gaan slapen. Ik mis uw yellow racer skin. Ik Nu ook, maar ik al. vind hem niet meer. Ik ga het terugzoeken, wacht. Ik denk dat ik gewoon, ik ben doodgegaan omdat ik was gewoon low, maar ik had me wel gegeten. En ik was zo in een kleine ruimte aan het minen en toen zat er zo'n zombie achter mij, Maarten. En dan ja. Maar dat valt in deze textpack valt dat niet op hoor, als iemand achter u aan zit. Nee. Of ook als je low Allee, bent, ik zei moet dat ik ik ging proberen niet zeggen. dood te gaan. Oei, Zou ik misschien voor in deze. Ja, voor in deze game. Voor een NC Minecraft ga ik niet meer mijn. Geel ga ik niet een gele race skill met een groene. wow. Ik blijf een element skin, want die doe ik gewoon altijd aan. Zo boring. Weet je ook wel een andere skin terugmaken, de gele. Top. Zo, en nu gaan we naar deze. Jee. Allee, kom maar boven. Ik heb een zeel gevonden. Ja, een hele hoop koper. En wat kool. Kool. Wat? Toen ben ik aan Skyblock. Dit naar de kool. Oh, dat is ook oké, een beetje gegroeid. Dat doet altijd 5 jaar voordat dat aan elkaar begint te groeien. Ah, bij ons is er ook een kleine farm. Ja, ik ben bedoeld gegaan dat ik onvoorzichtig was natuurlijk hè. Ik denk altijd dat ik netherite armor aan heb, fully enchanted, maar Nee, is niet hè. bro. Ik kan wel een paar heetjes tekenen. Die gaan gewoon vanzelf dood, weet je. Ja, inderdaad. Ik ben het gewoon om skeletons te negeren. Omdat die toch gaan Bro. doodgaan door mijn torrents. I miss that something. Yo. Let's just go back. Amai man. Kompas is toch maar raar hoor. Waarin weg ook een kompas? Ja, ik heb dat gewoon gevonden en dat helpt mij terug de weg vinden naar de spawn als ik ooit verloren ben. Altijd iets nice. Hier. Onze kist is nu al vol. Hoera. Yeah. Wacht, ik kan dit er nog bij. En dit. Oké, onze kist is net niet vol. Oké. Okay. Ik denk dat het wel genoeg was van de eerste aflevering. Hij heeft een beetje alles opgelicht. Een beetje. Dat is goed. Allee, ik bedank voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie bij de volgende aflevering van MC Minecraft Season 2. Bye bye.